Mijn soldeerbouten aan het opwarmen. Vandaag ga ik een poging doen om met de OBD-connectors eigenlijk een verbinding te maken met de Zero. Dus dit is een standaard OBD-2 Bluetooth-ding. Maar dus dit prikt in de tank. Je kunt dat er vast in prikken, zet een poort. En dan kun je met een... Nu, ik heb twee problemen met dit ding. Ten eerste krijg ik al geen informatie eruit. En ik denk dat dat te maken heeft met de manier waarop dat Zero die OBD-poort geïmplementeerd heeft. Maar ik ben er al niet helemaal uit. Volgens wat ik begreep, kregen bepaalde pinnen geen... Of stond er geen voeding op bepaalde pinnen, waardoor dat niet werkt of zoiets in die zin. Er branden wel lichtjes en kan denk ik met een Android-toestel kan ik wel verbinden. Maar met een iOS-toestel bijvoorbeeld kan ik al geen verbinding maken, omdat dat een veel beter afgeschermd is. Maar ik ga gewoon... dit gedeelte, dus de pin echt ervan gebruiken, de pinnetjes, de connector echt. Dus ik ga dit er gewoon afsolderen. Ze tellen zo 1 tot 8 en 8 tot 16 van onder. Ik geloof op pin 5, ik heb het online gevonden, op pin 5 was de grondpin, dacht ik. Dat is deze, als ik me niet vergis. En op de laatste pin, maar kijk, die is zelf niet verbonden op dit bordje. Deze pin hier, die is daar afgeknipt. Je kunt dat niet goed zien waarschijnlijk. Op die laatste pin zit dan de TX of de RX en dan waren er, dat was nog de pin 9 zeker of zo. En dan nog de 5 volt, maar die 5 volt heb je zelf niet nodig. En dan heb je zo'n USB naar TTL bordje nodig. Ik heb er hier een paar. Dat zijn een paar verschillende opties. En daarop zit dan ook zo die, hier kunnen we dat zien, die RX en TX, die twee heb ik nodig. En die grond. Ik heb dat liggen omdat ik heb vroeger veel met Arduino's gespeeld. Dat is zo'n Arduino bordje. Als je een Arduino Uno neemt, dan zit zo'n chip daarin ingebakken. Dan heb je daar direct een USB poort op. Dan hoef je zo geen apart ding te kopen. Maar als je zo'n Arduino Nano is dit, denk ik. Die zijn super compact. Als je die wilt programmeren, dan moet je dat doen met zo'n connector. Dat kost iets van 3 euro online. Maar je kunt ook gewoon, als je dan toch alleen de connector nodig hebt, je kunt ook gewoon de connector kopen. Die zou misschien zelf nog goedkoper zijn. En ik denk zelf dat ik, als ik dat een klein beetje aanpas, ja, dan kan ik daar zo'n ding zelf in verwerken. En dan met een schroevendraaier, een kapotte schroevendraaier, er gewoon doorduwen als ze warm zijn. Dus dan veronderstel dat die plastic wel een beetje smelt ook dan. Ja, kijk, ik zie die pinnen zijn redelijk gesmolten. Dus ik ga het mezelf niet te moeilijk maken, ik ga gewoon... Die dat ik nodig heb vervangen met langer. Ik heb snel eens getest op de Mac en hier deze kan ik aanspreken. Dat is het voorlopige resultaat. Ik moet in principe geen drivers of zo installeren. Wat je kunt doen is, dat zit onder dev. Als je dat, om te weten welke interface dat is, kun je unpluggen. En een lijst maken van alles onder dev. En typisch is dat dev tty.sterke voor alle tty-devices. En dan terug verbinden en weer een lijst van dev tty-ster. En dan krijg je hoogstwaarschijnlijk één nieuwe entry. En die nieuwe entry is dit dingetje. En dan de baud rate van... Dat moet ik zelf even zien op de... Hier op de... dus de pinnen... Ah ja, 115.200 is de baud rate voor de SRF. Voor andere modellen hebben we andere baud rates, hè. Dus het is belangrijk dat je juist de baud rate gebruikt. En dan zou je moeten een lijst krijgen van de beschikbare commando's en het commando wat ik nodig heb om die status te krijgen is denk ik BMS interface. Ik ga zien wat er gebeurt. Ja, ik heb het net ook allemaal nog in de behuizing gestoken, dus we zullen eens testen en hier is dan gewoon, hier dus dat stuk plastic moet eraf, dat is gewoon een dopje. En die connector zo. En dan de USB naar de computer. En dan de enige tool waar ik voorlopig succes mee gehad heb voor de verbinding, is met de Arduino IDE, daar heb je een serial monitor. En dan moet je eigenlijk gewoon aangeven, nou, dus in je Arduino. Hier bij, in uw Arduino zelf kun je aangeven in uw console waar dat je eigenlijk op wat dat je wil verbinden. Dus dat is dan, bij mij is dat die devcu.sterk
.usb-serial-0001 en dan de baud rate voor de laatste zero's, de SRF en de SRS, is dat 115.200. En dan is het een kwestie van bij de motor het contact op te zetten. En dan zou ik eigenlijk al... Ja, kijk, dan zie ik al allemaal berichten verschijnen. Er wordt van alles gelogd. Hè. Maar eigenlijk het belangrijkste om te weten, hier kan ik van boven dan een commando typen en verzenden. Dat was help als commando. En dan, ik kan dat eigenlijk fullscreen zetten. Hè. Dat was help als commando. En dan krijg je hier een menu te zien. En in die menu heb je dan al de commando's dat je kunt gebruiken. Ja, login veronderstel ik niet. Ik heb daar geen login voor. Maar ik veronderstel als je echt iets wil gaan wijzigen, dat je dan die login eerst gaat moeten uitvoeren. Er was... Wacht, is het ver, denk ik? Ja, dat logt dan de versieinformatie. Het licht zit hier slecht. Van de motor. BMS. Wat was het? Interface, denk ik. Ja, geeft dan allerlei parameters rond de accu en de accu-staat. Wat kan er nog interessant zijn? Fouten, foutcode, dus dat is gewoon fout. Ja, wel met... Men krijgt de active... Nee, geen fouten op dit moment, dat is altijd handig. Nou ja, de config. Dat is eigenlijk uw accessoires dat je op de motor kunt hebben. Dus ik heb de standaard 3 kW charger is installed. De extra 3 kW van de premium is installed. Maar dan de extra 6 kW is not installed. Heated grips installed. LED indicators not installed. 500 watt DC-DC. Dat zal ook nog een optie zijn. Not installed. Maar zo kunnen dus van alles debuggen eigenlijk. Hè. Ja, zijn mijn lichtjes zichtbaar? Dat wou ik nog zien. Ja, kijk, ik kan de lichten goed... Dat zijn de controle LEDs van de USB naar TTL converter eigenlijk. Dus dat is het. Daarmee kan ik dus aan de computer eigenlijk van de motor verbinden en gegevens uitlezen.